Meneer Bos, in de eerste plaats proficiat. Afgelopen vrijdag zei u al tijdens het persuurtje, dat wordt een lastige pot zondag. Ja, dat krijg je als je een aantal jaren meeloopt. Hè. Dan weet je wel wat je te wachten staat. En dit had ik wel verwacht, omdat Cambuur is een goed georganiseerde ploeg. En met name de eerste helft hebben we het daar erg lastig tegen gehad. Ik had wel het idee dat het tempo was, aan de lage kant was bij Vitesse. Heb ik dat goed gezien? Ja, dat heeft u goed gezien. En nog wel meer zaken hoor, die niet klopten. Ja. En toen kwam gelukkig het eerste doelpunt van Marco. Toch een beetje een bevrijdend doelpunt, denk ik. In een fase waarin je niet goed speelt, als je dan scoort, is altijd lekker natuurlijk. Hè, dat spreekt voor zich. Maar met alleen dat doelpunt red je het niet, want er moest wel wat veranderen. Want anders dan had je deze wedstrijd niet gewonnen vandaag. Tweede helft was Vitesse gewoon duidelijk weer, zoals ze normaal plegen te spelen, gewoon dominant en de drukte goed ophouden. Cambuur kreeg eigenlijk geen kans meer tweede helft. Nee, ze hebben nog één kansje gehad waar we het zelf niet goed deden. En voor de rest hebben we gespeeld zoals we eigenlijk altijd graag willen spelen. Met vol druk erop en zelf in balbezit in een hoog tempo spelend. En dat ging de tweede helft een stuk beter. En betekent dat dat u in de rust gewoon even flink de waarheid gezegd heeft? Nee, dat vond ik niet nodig. Want soms ligt, als het niet goed gaat, ligt dat vaak niet aan hard werken. Want dan ligt het eraan dat je niet goed staat op het veld. En we stonden niet goed. En dat hebben we de tweede helft wat aangepast. Waardoor iedereen wel de arbeid kon leveren die nodig is. Dan staan jullie weer soeverein bovenaan. Ja, nou, dat is lekker. Hè? Maar goed, als wij vanaf nu alles winnen, blijf je bovenaan staan. Klopt. Maar betekent dat ook dat de druk gaat toenemen? Ook naar de winterstop? Of is het gewoon van, nou, we spelen van wedstrijd naar wedstrijd? Ja, nee, ja goed, misschien voor andere mensen. Ik merk dat niet zo. Wij kijken maar van wedstrijd naar wedstrijd. Zondag naar Eindhoven. Dat wordt een ander potje, denk ik. Dat is weer een andere wedstrijd, ja. Maar wel interessant. Ja. Nou, heel interessant. Dat PSV, ja, dat zakt ogenschijnlijk steeds verder terug. Dus die de overwinning voor hun komt toch steeds dichterbij. Maar goed, dat is aan u om daar een halt aan toe te roepen. Nou, niet aan mij, want ik mag helaas niet mee voetballen. Maar aan die jongens, ja. Nee, maar u snapt wat ik bedoel. Ja, ik snap precies wat u bedoelt. Nou, in ieder geval proficiat en veel succes verder. Dankjewel. Davy, het was niet jullie beste wedstrijd. Nee, vooral de eerste helft niet. Het liep niet zoals we hadden gehoopt, ja. We waren iets te slap in de duels en in het druk zetten deden we niet helemaal goed mee. Was denk ik toch ook wel een beetje de verdienste van Cambuur? Tweede helft hebben we het toch wel beter gedaan. Dus het lag ook aan ons. Maar ja, zij kunnen daar dan goed doorheen voetballen. Ja, je ging nou met hele grote stappen, maar ik had het nog even over de eerste helft. Ik vond dat Cambuur met name de eerste helft goed in staat was om jullie toch wat meer van doel af te houden. En jullie gingen daar toch, omdat je wat laag tempo speelde, een beetje in mee, had ik het idee. Ja, en omdat wij niet goed druk zetten, konden zij daar doorheen voetballen. Maar ik denk dat het vooral aan ons lag. Ja. Was dat doelpunt van Marco een bevrijding? Ja, het is lekker. Het was net voor rust, dus ga je toch met 1-0 rust in, ja. En de tweede helft was het eigenlijk niks meer aan de hand, hè? Ik heb ze nauwelijks nog voor het doel van Piet gezien. Nee, daarom. Tweede helft hebben we het rechtgezet, denk ik. Of rechtgezet, we hebben een stuk beter gevoetbald. En gelukkig snel de 2-0 en dan, toen was het eigenlijk over, ja. Nou staan jullie dus gewoon weer soeverein bovenaan. Ja, 3 weken op rij, ja. Betekent dat de druk toeneemt? Nee, niet echt. Nee, ja. Hoeveel wedstrijden zijn er nu geweest? 17 of zo? Nee, 16. 16. Nou ja, moeten nog een rente. Zeg maar, daar zijn jullie ook echt niet mee bezig? Nee, het is, ja. Nee, eigenlijk echt niet, nee. Eigenlijk van buitenaf wordt het voor veel gezegd en we moeten er vaak antwoord op geven. En, we proberen rustig te blijven en elke wedstrijd gewoon weer voor de 3 punten gaan zoals we altijd doen. En dan zien we wel waar we eindigen. En nou zondag naar Eindhoven, dat wordt toch waarschijnlijk wel een andere wedstrijd. PSV weer verloren, dus die moeten er weer vol tegenaan. Ja, en wij gaan er ook vol tegenaan, dus dat wordt een leuke wedstrijd. Ja.